Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG, beschikt vanaf gisteren weer over gele koortsvaccins. Het BOG had al maanden een enorme schaarste aan het vaccin. Volgens Richard Kartomo, waarnemend EP-manager van het BOG, werden velen die op reis wel wilden teleurgesteld door het gebrek aan het vaccin, dat in sommige landen verplicht is. Kartomo bevestigt dat het BOG vanuit de PAHO een donatie heeft ontvangen voor gele koortsvaccins. En we hebben een lading van iets van 30.000 gehad. Dus we zijn heel blij ermee om dit te krijgen en ook te geven aan het volk. Want we waren echt in een schaarste periode. Vooral met de reizigers, alles weer meegemaakt, al 3 maanden lang. Dus we zijn heel erg blij. Ik kan dus eigenlijk doorgeven dat het eigenlijk een leermoment of een opwekkertje voor de bevolking dat gele koorts dus eigenlijk geen reizigersvaccinatie nogmaals is. Het is eigenlijk een vaccinatie die eigenlijk door de jaren heen nog gegeven moet worden, vooral voor de bescherming. Het is nog namelijk dat het dus nog endemisch is in het gebied, vooral in het Caribisch gebied, Brazilië daar. Dus we hebben nog dus vaker nog gevallen. Ik kom niet zo vaak, de grote cijfers niet voor, maar ze komen nog steeds in de regio's voor. Dus we adviseren dus, zodra je dus de tijd hebt of de mogelijkheid, kan vaccineren voor gele koorts. Het is eigenlijk dus ook levenslang geldig, dus 1 prikje dus is eigenlijk namelijk genoeg. En adviseren dus om niet te wachten totdat je naar een tripje gaat naar het Caribisch gebied of ergens die wel vereist, maar kan vaccineren gewoon voor je eigen gezondheid. Kartomo geeft verder aan dat de schaarste is ontstaan doordat mensen op het laatste moment hebben gewacht. Gele koorts is even gevaarlijk als andere ziektes die je kan oplopen. Gele koorts, je hoort het al, koorts. Kan dus oplopen, lichaamspijnen. Maar verder ook uitdroging en heel erg achteruitgang, omdat het dus eigenlijk heel snel toe gaat. Dus de klachten zijn dus eigenlijk namelijk ook als een virale symptoom, virale klachten. Dus en het is eigenlijk ook in een gebied dus eigenlijk waar in één, als niet eens één voorkomt, dat het misschien ook anderen kunnen besmetten, vooral met moskieten in de regio vandaar voorkomen. Dus zulke gevallen moeten dus eigenlijk ook goed onderzocht worden als het zover is. In augustus jongstleden werden 40.000 doses vaccins tegen gele koorts weggegooid, omdat deze vervallen waren. Sinds mei heeft het BOG de samenleving in de gelegenheid gesteld zich te vaccineren tegen het virus. Kartomo doet een beroep op de samenleving om niet te wachten tot deze bezending ook vervalt, maar om zichzelf te beschermen.